Good morning YouTube! Yo gasten, welkom bij Team Dief. Ik ben Elite.nl, oftewel Jeff. En vandaag is het dan eindelijk zover. Minecraft, singleplay. Wat ga ik doen? Ik ga de game helemaal opnieuw spelen. Ja, wat is er gebeurd? Mijn computer is leeggehaald en ja, dit is dan ook allemaal weg. Dus ik heb het eindelijk weer geïnstalleerd. Nogmaals bedankt Kever. He, want zonder jou had het nog niet gedraaid. Want ik had Kever, dat is trouwens iemand die heb ook een kanaal. Het grote gamekanaal heet hij. En ja, bezoek ook even zijn kanaal. Maakt ook leuke video's. Ik had problemen met mijn Minecraft in verband met mijn met dat video gebeuren. Ik weet het niet eens. Met mijn Java iets of zo. Nou, hij stuurde een bestandje op, had geïnstalleerd en dat deed het meteen. Maar wat gaan we doen? Ik had gelezen, Minecraft, ja, dan moet je die Enderman moet je verslaan. Ik weet mijn god niet hoe die eruit ziet, maar ik ga hem wel zoeken. Wereld creëren. En we noemen hem The End, want dat is wat we moeten gaan zoeken. En dan de Enderman. The End. Zo, en dan gaan we beginnen. En wat we gaan doen is als eerste eens even een paar houtjes hakken, want dat is wat we nodig hebben. Oh, dit is wel een nice paan. Kippie, kippie. Oh, kippie altijd lekker voor eten, hè. Nou, eerst even eten organiseren. Kom eens hier. Rotbeest. Goed zo. Hallo, niet weglopen. Kom hier. Godsamme. Nou, het gaat al helemaal... Hij loopt achter me. Je kan niet echt lekker zand horen. Nee, dat gaat niet helemaal lukken. Zo, kom op met je kip. Jij ook. Lekker kippenvleugeltjes. Lekker hoor. Maar goed, we gaan hier ook meteen een huis bouwen straks. En we moeten even zoeken naar een boom. Ja, een bomen zijn een beetje schaars. Even kijken hoor. Ren eens even door. Zo, ja, ik heb er heel veel zin in. We gaan dus op zoek naar de Enderman. En ja, eens even kijken wat het gaat worden allemaal. Ik ben ondertussen ga ik even wat ja, eten bij elkaar sprokkelen ondertussen. Want dat is wel wat we nodig hebben. Knijters op de gat, je zal erin donderen. Het zal gerust nog wel gebeuren. Wat is dat dan? Is dat ook een kippie? Ik dacht dat ik hier nog een kippie zat. Hier. Maar goed, er staan daar bomen en dan ga ik toch een beetje richting spawn, want dat vind ik toch wel makkelijk voor als ik... Oh, legt ook kool, dat is ook wel makkelijk om te weten. Want ja, het is voor mij een stuk beter om daar een huis te maken. Ik kan hier ook trouwens een huis maken. En dan, ja, dan hoef ik maar een klein stukje om te lopen, moet ik alleen dat ervan houden. Maar het zal wel lastig zijn als ik dan weer dood ga door een of andere fucking skeletterman of een groenboy, dan ja... Moet ik natuurlijk wel weer vanaf de span weer helemaal terug. Maar goed, het doet er niet toe. Zie ik je toch stom aan te kijken, stomme kip. Hallo. Oh, omdat ik die, hoe heet dat, die zaden heb. Hey, dat is kikken. Dan moeten we even wat graven en dan stoppen we jullie erin. Wacht even. Dan moet ik eventjes wachten hoor, dan ga ik even een kippending maken. Een kippenren. Zo, ja, lekker. En kijk, en dan kan ik ze direct meer kippen krijgen. En als ik meer kippen krijg, dan... Dan heb ik in ieder geval wat te kanen. En dat is toch wel lekker. Nou, we maken hem wel even groter voor jullie, hoor. Zo. Lekker kippie, hè. Ja, ik zal jullie lekker opvreten straks. Kijk, er komen er steeds meer bij. Dat is wel lekker. Dan rennen we even hier uit en dan moeten we die even... Godsamme. Nou. Zo. En ik denk dat we het ook even van bovenaf dat ze een beetje zonlicht nodig hebben. Heb ik het idee. Zo, hebben ze nog een beetje zonlicht. Hè. Moet niet te gek natuurlijk, want het zijn maar een paar stomme kippen natuurlijk. Zo. Hatsiek idee. En dan hengst ik jou er even in. Ga erin of maak je kapot? Godsam. Klerenbeest. Zo. Nou, we hebben in ieder geval wat houtjes geregeld. En ik pak even die zaden. Er zit ook kip in boom.
Waarom kip in boom? Ik heb nog nooit kip in boom gezien. Kom hier! Wacht, ik hak je naar beneden. Kippie kippie. Kom, ik heb hier zaden. Kom, volg mij. Volg mij. Goed zo, kom. Luister, ik ben je baas, hè? Kom. Zo. Nou, dan gaan we in ieder geval even... Als ik nou zo doe, flikker die kippen misschien in. Blijft hij daar weer staan. Ik krijg er zo, er staat er nog één. Ik krijg er zo het... Kom maar hier, dan ram ik je meteen even dood. Maar goed, het is natuurlijk de eerste deel. En ja, we gaan Enderman, dat zei ik net al 10 keer geloof ik. We gaan die Enderman dan eventjes zoeken. Even wat hout organiseren. De eerste aflevering is niet al te leuk. Ik heb niet eens de tijd in de gaten gehouden. Nou, ik ga er even vanuit dat we 1 minuut of 3 bezig zijn. Het is veel langer, maar ja, maakt niet uit. Ik ga hem even zo rond de 10, 12 minuten, 13 minuten houden. 14 minuten, 15 minuten misschien. En dan, ja, laat gewoon even weten in de reacties of ik het langer kan laten duren. Ja of de nee. Dan is het voor mij ook even wat makkelijker ja, om gewoon even wat te plannen allemaal. We gaan eerst eens even zo'n ding eens neer. Even wat hout regelen. Zo. Die moeten we even rondom doen. Misschien horen jullie een klein beetje ruis op de achtergrond. Dat kan. Mijn meisje is al een lekkere cake aan het bakken voor me. En voor haarzelf natuurlijk, maar hoofdzakelijk voor mij. Want die cakes die zijn echt super, super, super lekker. En ja, dat zou je waarschijnlijk die wat is het? Die oven zou je misschien wel horen. Maar goed, nu heb ik geen hout meer. Dat is niet erg handig. Goed zo, pak het op. Even 4 boompjes plaatsen. Dat is toch wel makkelijk als je een beetje hout in de buurt hebt natuurlijk. Zo. Nou, even wat hout regelen. Want we moeten op zoek naar, in ieder geval naar fakkels. Want anders gaan die zombies natuurlijk bij ons spawnen. Nou, dat zie ik niet zo zitten. Zo, we hakken even deze weg. Want dan kunnen we in ieder geval zo'n bijl maken. Ik heb gewoon erg veel zin in. En dit is dan natuurlijk de eerste aflevering zoals ik net al zei. En ja, hij komt 2 keer in de week. Komt hij. Precies de dagen weet ik nog niet. Want ik moet met Paul ook even het een en ander bespreken in verband. Ja, omdat we gewoon met elkaar ook wat gaan uploaden natuurlijk. Zo. Nou, ik ben er niet super, super, super bro in. Maar dat wisten jullie al van de vorige aflevering eigenlijk. Van Noob tot Pro heette die. En even kijken, als ik nou zo doe. Godsamme, dan moet ik niet shift inhouden. Zo doe, kijk. Dan hebben we die ook nog even. Hoppa, want wat zag ik dan eigenlijk? Wat boompjes plaatsen, dat deed ik net ook. En toen zag ik wat en ik wist niet meer, ik weet niet meer wat. Oh ja, die dingen. We gaan eerst even wat eten organiseren allemaal. Ja, dankjewel Mop. Die hebben we ook nodig. Zo, een keer geloof ik een taartje mee maken. Ik zal even gras hakken, want het eten is ook heel erg belangrijk. Want anders ga je gewoon uithongeren. En het is nou toch nog een beetje licht. Het is wel lekker dat je een beetje... Kippie, kippie, kippie. Hey. Kip die zit met rond te trollen, man. Zo, lekker. Hoppatee, kijk. Dan heb ik al in ieder geval 40 keer zaad. Nou, volgens mij groeide duingras of hellinggras of het is gewoon gras, weet ik veel. Zaadgras. Dat groeit er gewoon ook weer aan, dus dat denk ik gewoon volgende keer hier weer vandaan halen als het nodig is. Nou, misschien een rot winterstuk. Mooi, ja, het ziet er vrij aardig op. Zo, het is een beetje, het ziet er allemaal heel erg spacey mountain uit. Ja, dat is het ook wel een klein beetje natuurlijk. Ik doe dit heel snel en het ziet er heel pro uit natuurlijk. High-tech top, top definition. Nou, zo, we gaan even terug naar huis. Waar was dat nou? Ja, daar. Daar was de spawn. Dacht het wel, hè? Oké. Boom plaatsen, een mooie boom. En dat was een hele mooie plek voor een boom. We moeten even zo'n schoffelding maken. Dankjewel voor... Ai.
Ei. Kippen ei. Ja, we zitten nog goed. Wat ging ik nou doen? Oh ja, schoffel maken. Ik ben er niet helemaal bij vandaag, maar goed. Nee, ja, zo was het. Ik moet even denken af en toe van hoe zat het ook alweer. Soms zal ik er wel niet uitkomen. Maar ja, dan moeten jullie me maar een beetje bij helpen. Natuurlijk maak ik even wat meerdere afleveringen achter elkaar. Dus ja, dan vraag ik even. Jongens, kunnen jullie me helpen? Maar dan ben ik eigenlijk al een stukje verder. Maar goed. Wat we doen. Dat is misschien wel vrij makkelijk ook. Oh, zo verzuip ik. Even kijken, shift. Nou, jullie raden het al. Dit wordt de farm. Nee, dat doe ik toch wel slim, hè? Zo, nou. Zo, een paar spinnen gekild hebben, kunnen we waarschijnlijk ook nog hengels maken, dacht ik zo. Nou, dit wordt wel wat, hè? Zo. En dan moet ik zo direct, dan ga ik met houten langs, weet je wel, ga ik met houten langs werken. Want dan, ja, dan valt niet al dat graan, die tomaten, dus het is een stuk makkelijker. Zoals je ziet ook, het is vrij diep ook. Zo. Nou, voor me alleen is dat al vrij, redelijk wat graan. Of wat eten. Wat we nou maken natuurlijk. Oh, je moet niet daar weer. Je moet hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En dan hadden we daar in ieder geval genoeg aan. Zo. Kunnen we in ieder geval de graan even opmaken. Wat ik nou met die veren moet, weet ik niet. Ik dacht dat je er pijlen van kon maken. Ik weet alleen nog niet op welke manier en hoe je dat precies doet. Even kijken. Ik zag hier ook, zag ik kool. En dat ga ik natuurlijk meteen even weghalen, want dat hebben we nodig. Zoals je ziet, even kijken. Wat was dat nou? Daarom. Maar ja, goed, het wordt alweer donker en die zombies komen eraan. Ik heb nog geen schuilplaats, helemaal niks. Dus, ja. Ik hoop niet dat ze mij vinden, zeg ik. Dat ze mijn zien, weten jullie wel. Het schiet ook niet op, hè. Nou, even snel wat fakkels neerzetten. En als het goed is, komen ze dan niet bij me. En anders heb ik toch nog een aantal fakkels om in ieder geval de grot in te gaan. Maak gewoon dicht bij dat huis. Of tenminste, waar ik mijn huis wil maken, maken we een grot. Zo. Nou, de rest komt later wel even. Wat zei ik nou? Dicht bij mijn huis maken we een grot. Nee, bij die grot maken we een huis. Dit zijn die vervelende groenboys, joh. Oh, ploft dan. Ja. Het lijkt wel oorlog. Nou, even snel wat fakkeltjes maken en dan dumpen we dat even hier al rondom neer. Gewoon op elkaar. Zo was genoeg, geloof ik. Huppatee. Eventjes wat fakkels. Ik weet het niet, Mop, maar het stinkt wel een beetje brandig. Ik weet niet of het goed gaat met je. Dit nou voor lieve putten monster, man. Ga eens weg. Of donderen. Ik heb een lampje geplaatst. Ga dan weg. Godsamme. Gedood, want er komt ook alweer zo'n skelettenman aan. Oh, kut. Dat is door het eten. Nou, misschien even een vlees. Oh, god. Komt zijn vader. Nou, willen jullie weten hoe dit afloopt? Ik zou zeggen, ik zie jullie de volgende keer. En tot later. Ik moet even rennen blijven. Hij heeft een heel zwaard, joh. Oh. Nou, willen jullie weten hoe het afloopt? Kijk dan de volgende keer maar weer. Ik ga in ieder geval even naar de... Oh, dan gaat hij eens naar de kippen. En ik ben dood.